Wij maakten projectmanagement software. Ja. En uiteindelijk hadden we een resellernetwerk van 250 resellers over de hele wereld. Ik wilde echt Champions League gaan spelen. Ja. Ik merkte gewoon, als je dat wil doen, dan moet je eigenlijk of zelf heel snel doorgroeien. Of misschien gewoon een strategische partij vinden die al een grote club is. Je ziet gewoon bij techbedrijven dat de technologische houdbaarheidsdatum van je software dat die steeds korter wordt. Ik ben natuurlijk niet gehinderd door enige opleiding in M&A. Ik kijk vanuit mijn eigen ervaring. Als je bedrijf maar één keer kan verkopen, moet je de beste versie van het bedrijf inzetten, zodat je de beste prijs krijgt. Ik moet zeggen, software maken en ontwikkelen samen met zo'n team, dat proces en dat creatief proces, ja, dat is wel een passie voor mij. Leuk dat je kijkt naar 7DTW, het YouTube-kanaal voor ondernemers. En als je luistert naar de podcast, ook van harte welkom. Hoe verkoop je als ondernemer je bedrijf? En wat komt er allemaal bij kijken om het goed te doen? Daarover praat ik in de serie Dream Exits die ik maak met No Monkey Business. En in deze aflevering een speciale aflevering, want we hebben niemand minder dan de oprichter van No Monkey Business bij ons in de studio. Martijn van der Hoede. Martijn, van harte welkom. Hoi. Ja, je weet waar je het over hebt, hè? Als het gaat om verkopen van het bedrijf, toch? Ja, zeker. Ik heb het zelf ook ervaren. En ik heb zelf op een gegeven moment een plan gemaakt. Dat was het bedrijf van System Software. Het bestond toen ruim 20 jaar om met de aandeelhouders besproken, hoe kunnen we eigenlijk onze missie vervolmaken en ook zorgen dat we snel doorgroeien. Ja. Je ziet gewoon bij techbedrijven dat de technologische houdbaarheidsdatum van je software dat die steeds korter wordt. Ja. En daarmee ook je go-to-market window eigenlijk steeds korter wordt. Ja, want voor duidelijkheid, jij focus je met No Monkey Business echt op verkoop van techbedrijven. Ja, alleen techbedrijven. Alleen techbedrijven. Ja. En wat deed System Software dan? Wij maakten projectmanagement software. Ja. En uiteindelijk hadden we een resellernetwerk van 250 resellers over de hele wereld. Ja, op een gegeven moment merkte ik dat ik wilde focussen op echt die softwareontwikkeling en de marketing ervan, maar niet het implementeren. Mm-hmm. Dat zijn best lange trajecten bij business software. Dus toen hebben we besloten om een resellernetwerk op te tuigen. In het begin was dat echt gewoon met echte Hollander met je software door de wereld reizen, laten zien, wil je het verkopen. Ja, dus, echt letterlijk dat? Letterlijk dat, ja. Dus ik heb echt een paar maanden... Canvas heet het toch? Ja, een paar maanden in Amerika gereisd om de eerste Amerikaanse resellers te krijgen. En hoe groot, toen je het op een gegeven moment verkocht, tot hoe groot heb je het opgebouwd? Nou, we zaten in zo'n beetje 20 landen met zo'n 200 plus resellers. Ja. En we zaten zo tussen zo'n omzet tussen de 5 en 10 miljoen, zeg maar. Dat is een beetje hoe je dat telt, omdat wij natuurlijk ook bij de resellers die deden implementatie en verkochten uren, et cetera. Ja. Dus wat eigenlijk de business veel groter, alleen dat landen bij ons niet, bij ons landen alleen de licentie omzet. Okay. Waarom wil je bedrijf verkopen dan? Want je kan ook zeggen, van, joh, het gaat lekker en het groeit en is prima en ik heb naar mijn zin. En... Ja. Nou, wat ik merkte is dat je als je in die omvang zit, dat je op een gegeven moment, ik wilde steeds grotere klanten. Dat is ook wel, met die business software is dat natuurlijk ook wel vaak zo. Dat je steeds op een gegeven moment een grotere klanten wil binnenhalen. En we hadden wel de Grant Thorntons van Nederland en de KPMG's van Nederland als klant, maar nooit de echte global deals. Mm-hmm. Dat werd gewoon heel erg lastig. Mm-hmm. Ja, olifanten willen het met olifanten doen, hè? Zeggen ze wel eens. En, dus de software was wel heel goed en we konden het ook prima aan. Alleen dat soort hele grote global deals konden we gewoon niet sluiten. Dat had gewoon met je balans totaal te maken. Dat heeft op een gegeven moment niet meer te maken met logica. En ook niet met de kwaliteit van het product waarschijnlijk. Nee, zeker niet. Mm. En dat begon me te irriteren. Dus ik wilde echt Champions League gaan spelen. Ja, ja. En dat wilde ik nog een keer doen. En ik merkte gewoon, als je dat wil doen, dan moet je eigenlijk of zelf heel snel doorgroeien. Ja. Via venture capital kan je, want op een gegeven moment kan je dat niet meer op de klanten financieren. Nee. Of misschien gewoon een strategische partij vinden die al een grote club is. Ja. Waardoor je dus bij een olifant hoort die je met andere olifanten doet. Hè? Ja. En zo hebben wij op een gegeven moment een plan gemaakt. Dat heet Assistant Software 2015-2020. Met het idee om het bedrijf binnen 5 jaar echt klaar te maken voor een hele goede exit. En ik ben toen een plannetje gaan maken. En eigenlijk de crux was voor mij dat je kijkt door de bril van een koper naar je eigen bedrijf. Mm. En wat moet je dan eigenlijk doen om het bedrijf zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor een toekomstige partij? Je moet eigenlijk je goed realiseren dat iemand je bedrijf koopt om het geld snel terug te verdienen. En uiteindelijk natuurlijk veel meer geld ermee te maken dan je zelf ooit hebt gemaakt. Dus dat betekent dat er nog een enorme winstpotentie in dat bedrijf moet zitten. Althans, dat moet je wel aantonen als je dat bedrijf op een goede manier wil verkopen. Mm-hmm. Dus je verkoopt eigenlijk een bedrijf, dat was mijn ervaring in ieder geval, altijd op basis van de toekomstige omzet en nooit op hetgene wat gepresteerd is. Ja, precies, op potentie. Ja, want alleen maar met de toekomstige omzet
kan een koper zijn koopsom terugverdienen natuurlijk. Toen het voorste uiteindelijk partij geweest die jouw bedrijf gekocht heeft. Ja. En dat was voor hun strategisch. Ja, het was voor hun strategisch. Zij zaten natuurlijk echt in de enterprise markt met het product Business World, dus echt een EUP. Ze wilden heel graag naar ook die midmarkt in die dienstverlenende sector. Mm-hmm. En ze wilden graag ook een play hebben in het hele Microsoft wereldje. En daar zaten wij helemaal in met onze software. Daarnaast weten veel mensen niet, maar Unit 4 is ook een van de aandeelhouders van Financial Force. Helemaal gebouwd op Salesforce. Inmiddels eigenaar was Unit 4 van Advant. Dat is inmiddels weer verhuisd naar een andere private equity club. Maar toen de tijd Advant. Dus voor hun was het eigenlijk zorgen dat je succesvol bent in de professional service industrie. Hadden ze wel zelf geprobeerd. Je ziet vaak toch dat de innovatiekracht bij hele grote reuzen er een beetje uit is. En wij waren super innovatief. We zaten op het laatste platform van Microsoft. Dat heet nu Dynamics. Ja. Dynamics 365. En hadden hele mooie klanten en een hele goede opportunity pipeline met hele grote klanten. Die ik zelf moeilijk kon binnenhalen, maar toen we onderdeel van Unit 4 waren. Toen opeens had ik de deal van de Century gesloten voor mij. Dat was met BDO, grote accountieclub. En ook een global deal gesloten. En, dat was je doel? Je zag toen in die onderhandelingen met BDO dat weer dat balanstotaal een belangrijk negatief punt was. Uh-huh. En toen we op een gegeven moment met Unit 4 rond waren en dat ik kon vertellen aan BDO in vertrouwen, nog voordat het de pers inging, toen hebben wij die deal vrij snel rond kunnen maken. Dan zie je dat het gewoon toch belangrijk is voor dat soort reuzen om ook weer met andere grotere cliënten zaken te doen. Hey, en ja. even een snelle stap vooruit. Nu zitten we in 2021, heb je No Monkey Business. Wat is je dienstverlening? Aan wat moet ik aan denken? Noem eens wat best cases van trajecten die je hebt gedaan. Nou, we hebben nu zo'n 12 mandaten lopen. We hebben zo'n 5-6 exits gedaan. Ja. Dat is een beetje hoe je ernaar kijkt. We hebben ook een management buyout gedaan. Wat wij doen met No Monkey Business. Ik ben natuurlijk niet gehinderd door enige opleidingen in M&A. Nee. Dus ik kijk er heel pragmatisch naar. Ja. En ik kijk vanuit mijn eigen ervaring naar. En wat je eigenlijk het principe van een monkey business is, dat je bedrijf kan je maar één keer verkopen. En als je aandelen verkocht hebt, wordt het geld is lastig om daar meer van te maken. Dus mm-hmm. daar moet je heel zorgvuldig mee omgaan. Mm-hmm. Dat betekent, als je bedrijf maar één keer kan verkopen, moet je de beste versie van het bedrijf inzetten, zodat je de beste prijs krijgt. Dus wat wij doen, we noemen dat 4-step exit program. We beginnen met een intake assessment. En dan doen we eigenlijk even een reset van het bedrijf. Dan vragen we aan de ondernemer, wat is nou eigenlijk je missie? Welke propositie hoort erbij? Wat is je go-to-market strategie? En wat is je delivery model? Mm-hmm. En dan kijken we daarna naar die driehoek. Als je het als een driehoek zou visualiseren, waar de missie in het midden staat, de propositie bovenaan, de go-to-market strategie rechts, en aan de linkerkant van de driehoek, zeg maar, de delivery model. Dan kijken we daarna door de ogen van de koper. Wat is de strategie die je daarmee voert? Wat is de technologie en de innovatie die je hebt? Wat is het schaalbaar? Is het niet schaalbaar? Als je het software hebt gebouwd, is het wel van jezelf? Hè? Of maak je gebruik van libraries van derden? Wat toch wel een probleem is voor de waardering. En wat wij dus eigenlijk zeggen bij No Monkey Business, in die vier stappen weten we wat de zwakke punten zijn, wat de sterke punten zijn en wat eigenlijk laaghangend fruit is om snel te verbeteren. En in de business review maken we daar dan eigenlijk kleine projectjes van. En zorgen ervoor dat je eerst wat dingen gaat verbeteren of gaat optimaliseren. En dan zetten we je bedrijf pas in de markt. Dat is wennen voor sommige mensen, kan ik me voorstellen. Want die denken gewoon van het is as it is en ik wil nu verkopen. En dan, want dan, jij zegt dus eigenlijk, er moet een traject aan vooraf plaatsvinden. Voordat je überhaupt de deur openzet. Ja. Ja. En dan heb je het ook over dingen als marketing of je communicatiestrategie. Of raakt het dat ook? Ja, zeker. Ja. Hm. Je moet je voorstellen, als je een bedrijf gaat verkopen, dan is het eerste wat een koper gaat doen, is koekelen op je bedrijf. Dus als je gewoon een kut website hebt, om even het is heel simpel te zeggen. Je zegt, ik wil internationaliseren. En je hebt op je website alleen Nederlands. Ik noem maar even een stom voorbeeld, maar die voorbeelden hebben wij. Ja, dan kan je wel roepen dat je gaat internationaliseren. Maar dat gaat dan natuurlijk niet werken. Hmm. Als je bijvoorbeeld je bedrijf gaat verkopen, weet je dat veel mensen je bedrijf gaan koekelen. Uiteindelijk als je bedrijfsnaam bekend is, via een NDA doen we dat netjes natuurlijk. Hè, dus dat is wel via een geheimhouding, maar mensen gaan toch kijken. Dan moet dat natuurlijk gewoon tof en goed uitzien. Als je dan een bedrijf hebt waarbij je software verkoopt en je hebt 80 modules met 600 verschillende prijsjes.
En dat is een soort Chinese menukaart. Ja, ja. Dan weet iedere koper dat er waarschijnlijk 90% van de producten daar de omzet niet is. Dat komt dan vaak uit 10%. Dus waarom heb je dan zoveel opties op je website staan? Wij kijken kritisch naar al die elementen, zodat we een goed businessplan daarvan kunnen maken. Ja. Goed financieel memorandum, goed onderbouwd marktonderzoek. Net informatiememorandum, maar net even weer wat hipper dan de standaard M&A-adviseur met sigaar in de mond, zeg maar. Mm-hmm. Waarbij we ook heel erg to the point komen. Dus wat is nou eigenlijk je propositie? Wat is de oplossing die erbij hoort? Wat is de markt? Wat is je visie op de markt? En wat is dan ook het businessplan wat erbij hoort? En dan zetten we jou pas in de markt. Hoe lang duurt zo'n traject gemiddeld? Als jij met een bedrijf die binnenkomt bij de Nomonke Business en je gaat ermee aan de slag tot een uiteindelijke deal. Is dat jaren of maanden? Nee, dat is maanden. 4 tot 6 maanden voorbereidingstijd. En dan gaan we de markt op. En hoe wij dat dan aanpakken is, we hebben een inner circle van buyers. Dus ik heb het gewoon omgedraaid. Daar ben ik net Lexa.nl. Ik heb gewoon gevraagd aan mijn kopers, waar ben je naar op zoek? En dat schijnt ook nieuw te zijn, maar het leek mij wel logisch dat ik dat in ieder geval weet. Dus al die kopers hebben bij mij, die techkopers, hebben mij allemaal een soort van profieletje ingevuld. Van, of als je daar tegenaan loopt, dan... Ja, ja. Ik wil een bedrijf met deze omvang. Of software, in die branche. Et cetera, dus dat weten wij. Inmiddels hebben 400-500 buyers dat gedaan. Van strategische tot VC's, tot private equity. Worldwide. Dat noemen wij onze inner circle. Wat we dus doen is eerst onze teaser letter naar de inner circle sturen. Waarin we dat profiel dan ook hebben gematcht. Je kan je voorstellen, als je weet wat mensen willen en je weet wat ik heb, dat ik die profielen dus stuur naar de mensen waar ik de match heb, dat dus mijn slagingskans van interesse vele malen groter is dan dat je met hagel gaat schieten, zoals heel veel collega's doen. Mm-hmm. Dus uit die inner circle, voordat het eigenlijk publiek op de markt komt, doen wij altijd heel veel transacties al. Grappig. Daarnaast doen we ook nog wel, breiden we dat uit met een netwerk van M&A professionals. Dat is een professioneel netwerk. Er zitten 3.000-4.000 M&A professionals in. Waar we onderling deals delen, opportunities delen. En wat wij ook nog doen is, noemen we de handpicking list. Dan gaan we echt op zoek naar bepaalde strategische partijen waarvan we denken, ja, dat past zo goed. En die gaan we dan proactief benaderen. Mm-hmm. Die drie cirkels, die dat is een soort wave, gaan die binnen 2-3 weken volgen die elkaar op. En dan komt daar dus een interesse uit. Dan wordt de NDA getekend. En dan krijgt men toegang online allemaal. Allemaal in de cloud. Dus we kunnen meteen zien hoe lang men iets leest. Hoe vaak men naar welke pagina kijkt. Wat men doorstuurt. Dat is ook relatief nieuw in die M&A-wereld, heb ik me laten vertellen door M&A-professionals. Hm. Want die sturen allemaal PDF's op. Nou, zo doen wij dat dus niet. Je moet klikken op dingen. En dat betekent ook dat als wij dus zien dat bepaalde partijen veel meer interesse tonen dan de andere partijen. Ja. Dan gaan we die dus proactief benaderen. En dan wordt er een managementpresentatie gepland. Dan gaat de ondernemer zijn verhaal doen. Nou, omdat er zo'n voorbereidingstijd dan zit, zit het gewoon super in elkaar. Gaat zijn businessplan toelichten. En dan verwachten wij een NBO, non-binding offer. Hm. En meestal is het toch tussen de 5 en 10 non-binding offers die we dan ontvangen. Dus dan heeft de ondernemer ook wat te kiezen. En dan ontstaat er ook, ik wil het geen veiling noemen, maar dan ontstaat er ook een soort urgentie bij de koper. Ja. En wat ik laat ik natuurlijk ook wel weten dat ze niet de enige zijn. Hè, want mijn belang is het belang van de verkopende partij. Ja. Jongens, ja, wij vinden jullie fantastisch, maar die collega's vinden we ook fantastisch. Is dit jullie best en final offer? Dus dan krijg je toch een soort urgentie bij de koper. Zeker als een stratege het wil hebben en 2 strategen het willen hebben. En dan leidt dat tot een hogere NBO meestal. Dan gaan we met 1 partij in zee en ronden we de deal af tot en met de SPA en de ondertekening. En waar verdien jij op? We hebben een heel simpel prijsmodel. We hebben een bedrag per maand. Dat begint bij €3.500 per maand. Met een exit fee van dan 3,5%. Okay. Is het bedrijf groter, boven de 5, 6 miljoen omzet, dan gaat het maandbedrag iets omhoog. Want dan hebben we met meer stakeholders te maken. Dus dan ga je naar €5.500. Maar dan gaat het succesfee weer iets omlaag. Want dan is de corporate value, hè, dus de ondernemingswaarde waarschijnlijk groter. Mm. Hè, dus dan gaat dat waarschijnlijk naar 3 of soms 2,5%. Dat is een beetje afhankelijk van de... Dus dat is heel transparant bij ons. Ken je een heel klein beetje? Want hier zit een ondernemer. En het is natuurlijk prima om andere ondernemers te helpen. Maar ga je zelf nog een knallertje maken, zeg maar? Wat ben je zelf nog aan het doen naast No Monkey Business? Ja, nou ja, wat ik wel even... Eat your own dog food, dat betekent dat we het hele No Monkey Business concept ook gewoon op onze eigen start-up hebben toegepast. Hm. He, dus wat wij al die ondernemers vertellen, dat doen we nu ook met onze eigen start-up.
En die ben ik een jaar geleden gestart. Een hele batterij aan developers ingezet. En dat heet psohub.com. Dus voor iedereen die projectmanagement wil doen, uren wil bijhouden en taken wil bijhouden, soort Trello-achtige taken wil bijhouden, maar met daarbij contracten en uren en facturatie. En dat is echt een worldwide SaaS play. Dus inmiddels hebben we users in meer dan 70 verschillende landen. Ga je een beetje concurreren met Unit 4? Nou, dat mag nu weer waarschijnlijk. Ja, non-compete is voorbij inderdaad. Wij richten ons echt op de wat je in de markt gewoon ziet. 96% van alle bedrijven in de wereld doen minder dan 1 miljoen euro omzet en hebben minder dan 8 medewerkers. Ja. En het grappige is dat al die corporate software clubs richten zich op die 4%. Hm. Ja, want daar zitten de volumes in licenties. En jij richt je op die 96%? Juist, ja. Hm. En dan heb je dus echt over volume maken, maar met heel veel kleine bedrijven. En inmiddels hebben we ongeveer een 1200 trials gehad. Lopen er nog een stuk of 300, denk ik. En we hebben ongeveer 250, 280 licenties nu betalend binnen een jaar. Dus dat zijn we op heel erg blij mee. Wat ik wel hiermee doe, het liefst groei je natuurlijk op de omzet van je klant. Alleen dit bedrag, wat PSO heb, kost €12,50 per maand per gebruiker. Dus daar kan je niet op groeien. Je moet gewoon echt hard, veel investeren in marketing, CEO, CA, alles wat erbij komt kijken. En volume maken. En dan maak je gewoon verlies. En dat komt alleen maar door die sales en marketingkosten. En als je die kraan van sales en marketingkosten op een gegeven moment na 3-4 jaar dicht mag draaien of minder mag draaien, dan spuit de winst eruit. Dat is de play van deze club. Okay. En hoe lang gaat dat duren voordat de winst eruit gaat spuiten? Ik verwacht 3 tot 4 jaar. Oké. Okay. Ja. En dan ga je weer op het juiste moment eens kijken waar je PSO Hub kan onderbrengen. Nou, sterker nog, we hebben al een investeerder aan boord. Aha. Dus we hebben nu na een jaar toch laten zien van oké, we zitten nu al met trials in 70 landen. We hebben enorm veel websitebezoek. We hebben de eerste omzet binnen. Zijn er andere ondernemers, tech-ondernemers of investeerders die het leuk vinden om mee te doen? Uh-huh. En daar krijgen we heel veel belangstelling voor. Dus ik heb een hele goede deal gesloten. Dus we hebben een stuk van de equity verkocht voor een investering die we hebben opgehaald. Dus we hebben nu echt een goede oorlogskas klaarstaan om van een budget van 1200, 1500 euro marketing per maand gaan we naar 30.000 euro. Kijk. Moet het dan echt gaan knallen. Ja, dus dat is hartstikke leuk. Dus je verveelt je niet? Nee, ik moet zeggen, software maken en ontwikkelen samen met zo'n team, dat proces en dat creatief proces, dat is wel een passie van mij. Dat vind ik wel fantastisch. Ja. En we gebruiken het bij No Monkey Business ook vaak als voorbeeld van kijk, als je dit en dit doet, kan je ofwel snel internationaliseren of je kan een hele makkelijke landing maken van je klant. Dus dat hele concept wat wij bij No Monkey Business natuurlijk vertellen, is wel leuk als je daar ook bewijzen van hebt dat het werkt. Ja. Ja. Succes wat je de komende jaren dan allemaal gaat doen. Ja, en dank dat je mijn gast was. Tot een volgende keer. Dankjewel. Hoi.